Wauw, heel veel eigenlijk. Schaken. Ja, een taal. Italiaans nu is voldoende. Iedereen begrijpt mij en ik begrijp iedereen. Dus dankzij Duolingo. Quand j'étais jeune, peut-être j'allais souvent regarder sur YouTube des joueurs de foot, des vidéos d'eux, des highlights. Ik ben nu een beetje bezig met koffie leren maken en zo. Een beetje barista zijn. J'aime bien les dribbleurs, donc par exemple Messi, Ronaldinho, tous ces joueurs-là. Ben, je les regardais beaucoup. Ik ben een bordspelfanaat. De spelregels lezen, dat doen we niet meer. Dus tutorials op YouTube. Ik denk dat ik Cristiano Ronaldo wel al heel lang volg. Voor mij is dat Paolo Maldini, verdediger van AC Milan, van vroeger iconische speler. Sur Instagram, je suis plus, la plupart des gens, c'est mes amis ou c'est des gens que je connais. Je ziet dat hij met zijn lichaam omgaat, heeft wel inspiratie. Ook eens tegenkomen, mogen tegenkomen op vakantie. En dan sindsdien ben ik hem ook beginnen volgen. La plupart des gens que je suis, c'est des joueurs de foot. Et oui, bien sûr, parfois quand eux ils posent des trucs que j'aime bien, ben je vais pas faire la même chose, mais je vais essayer de m'inspirer de ça et de faire un petit peu la même chose, oui. Ja, ik denk het belang van een netwerk is heel groot. Ik zit heel veel in de auto. Ik vind het helemaal niet erg, omdat ik bereikbaar ben en toegang heb tot het netwerk. Ja, inderdaad. Je bent ver van je familie, vooral en je vrienden. Dus om in contact te staan is wel heel belangrijk. Ja, filmpjes kijken. Ik heb zelf ook een zoontje die voetbal sinds dit jaar. Bij hem helpt het wel. Technisch gezien weet ik het nog niet, maar in ieder geval om hem te motiveren. Toutes les infos op internet. Continue à progresser, parce que t'es jamais trop fort pour progresser. Welk talent zou jij ontwikkelen met jouw netwerk? Au revoir. Proximus. Think possible.